praten is prima, joh, maar nu gaan we daden laten zien. De Graafschap krijgt vrijdagavond in eigen huis tegen Jong AZ een nieuwe kans om de historisch slechte seizoenstart om te buigen. Na de interlandperiode willen Devin Haan en Philip Bretijn helpen om een club uit de onderste regionen van de eerste divisie te spelen. Even een lekker weekje weg geweest en de jongens hebben het ook een paar dagen vrij gehad, dus die zijn allemaal ook weer fris en we gaan gewoon weer starten. Nu hopelijk een reeks neer kunnen zetten, zodat we weer mee gaan doen. Hoe zat jij het Jong AZ van dit seizoen in? Ze hebben heel veel snelheid. Heel veel snelheid voorin. Heel snel vanuit de omschakeling. En nogmaals, ze zijn ook vaardig aan de bal. Dus het zijn stuk voor stuk vaardige voetballers. Maar dat mag je verwachten bij een topjeugdopleiding. De Achterhoekse jeugdspelers Haan en Bretijn wisten zich deze week met Oranje onder 19 niet te plaatsen voor de volgende kwalificatieronde. Toch zijn de twee trots dat ze deel uitmaakten van de selectie. Vaak zie je echt alleen maar grote namen. Je ziet de 8 van Ajax, je ziet een paar van AZ. Je ziet, nee, dan blijft het wel uniek om je sowieso te tussen te staan. En merk je daar dan ook nog iets van Amsterdamse arrogantie of van plattelandsnuchterheid? Kijk, weet je merkt altijd wel een beetje dat die spelers anders zijn. Of anders qua gedrag of een beetje andere, iets grotere bek. En ja, hier zijn we allemaal wat rustiger. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik denk dat dat ook in gewoon teams onderling is. En een beetje van alles bij elkaar is altijd wel mooi, toch? Of de twee tegen Jong AZ aan de aftrap staan is nog niet duidelijk. Waar Haan regelmatig in de basisstad bij Oranje, is hij in Doetinchem dit seizoen vooral bankzitten. Bretijn ontpopt zich juist als vaste basiskracht, maar heeft een lichte blessure. Van de ene kant bouw je natuurlijk dat zo gaat. Maar ik blijf wel redelijk nuchter. Want ik ben er nog steeds bij, ik speel nog steeds en ja, van de dag om verder gaan bouwen om weer te komen waar ik was. Ben je er eigenlijk bij? Want ik begreep dat je een tik in je knie of zo had gehad. Ja, ik heb even een tikje gehad. Maar ik ben nu bezig met de fysio's en de trainers even overleggen. En dan zien we morgen even hoe en wat. Waar onder meer Haan en Bretijn uitvlogen voor Interlands, moest Poldervaat in Doetinchem in crisisberaad. Alle neuzen staan volgens de trainer dezelfde kant op in aanloop naar het duel van vrijdagavond. Ik had ook niet het idee dat de drie neuzen de andere kant op staan. Want als dat zo is, dan gooi ik ze eruit. Want daar heb ik dus niks aan. Dus dat was goed. Maar wat wel feit was, is dat we dus niet wonnen. We speelden gelijk of we verloren. Ja goed, daarom hebben we maar 5 schamele puntjes. Dus dat is geweldig. Dus de neus stond de goede kant op. De uitvoering was onder de maat. Het kan zomaar omdraaien. Als je morgen gewoon lekker 3 punten pakt, kun je zomaar een reeks inzetten. Dus wie weet kan dat gewoon gebeuren. Maar we moeten als team gewoon samen blijven. En op naar morgen, die 3 punten.